Natuurlijk verschoot ik er zelf van dat we dit gingen aantreffen. Maar zoals jullie zien, heb ik dus degelijk een... Yes, 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 mensen. We zijn hier in Brugge. Super vet. Ik ben hier met de homie Sander van Tomme. De reporter van Tomme is er ook erbij. Jawel, jawel. Met de korte haren. Jullie zien het? Omdat het frisser is. Jawel, ze zijn af. Verandering was nodig. Beetje netter. Nu kan ik weer frisser denken voor reporter van Tomme te reporteren. Niet waar. Vandaag staat er weer een pandje op het menu. Niet vergeten. Vandaag gaan we weer een tof pand bezoeken. Iets dat ik al eerder heb gevonden, maar we gaan het dus herontdekken vandaag met Bunwa. Right, ja mensen, jullie weten het sowieso als Sanne van Tomme erbij is, a.k.a. reporter van Tomme, dan gaan we sowieso weer op de airbags. Momenteel is Sanne van Tomme zijn broek gescheurd. Ja. Ja, het is dus wel hier ergens gescheurd. En we gaan nu naar de H&M achter een nieuwe broek. Nice! Yes, yes, yes. We zijn terug van de H&M. En ik heb me ook laten verleiden door deze super chille chino pants. We hebben ze van die broeken gekocht dat je gewoon met een veter moet aanspannen en hier heb je zo'n rekker. Yes, yes, dat past als je even smaakt. Yeah. Sander van Tomme's maaltijd is nog niet op. Nee, reporter van Tomme eet terwijl hij wandelt. Holy shit. Dat is vet, weet je. Holy shit. Yes, 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 mensen. We zijn op locatie. We hebben er heel lang moeten naar zoeken. Check die shit. Dat zou hier een verlaten school moeten zijn. Ik ben echt benieuwd naar de binnenkant. En we gaan dat zo'n beetje exploren. De reporter van Tomme is ook aanwezig. Tomme heeft hier net het pand ontdekt via de gsm. Het is een interne tip dat ik heb gekregen van een naaste. En zoals jullie zien zijn we dus wel... op de plaats delict beland, hè. Dus ja, we gaan eens een kijkje gaan nemen. Het is eigenlijk wel redelijk toegetimmerd. Ik ga het jullie kunnen tonen, mensen. Er hangen overal platen. Holy shit. Glas. We hebben net elke ingang proberen te checken. Alles is gewoon pot toe. Dus hopelijk geraken we binnen. We gaan een keer kijken via de achterkant. Oh fuck. Die shit is allemaal toe. Ik hoop dat we wel binnen gaan. Holy shit mensen, dat is hier niet normaal. Een oude auto, helemaal verwaarloosd. Oh fuck. Reporter van Tomme heeft zo net de trap ontdekt. Zoals jullie zien zijn we smooth omhoog aan het gaan. Dus dat wil zeggen dat alles vlotjes verloopt. Hoogstwaarschijnlijk zullen we wel binnen geraken. Reporter van Tomme zal even verder verkennen. Jawel. Yes, yes, yes. We zijn naar boven aan het gaan op het dak. Aan de achterkant hadden we hier gewoon een trap. Nice. We zitten hier al even knijters uitzicht. Holy shit. Zonsondergang is voor straks. En dan zie ik dus niet binnen. Alles is toe. Ik denk dat ik iets ontdekt heb. Daar, ik zweer het, ik zweer het. Ik zag daar een deurtje op een kiertje. Ik zag daar echt een mogelijkheid. Oké, mensen, die shit is extreem duidelijk. Als je hier opkruipt en dan daar opkruipt, heb je daar een ruitje. Ah, dat is moeilijk, dude. Hier zo. En dat ruitje staat open, dus we kunnen sowieso via die weg heen.
Ik hoor net van Sander dat het super moeilijk is. Ik ga even een update vragen aan reporter van Tomme. Reporter van Tomme heeft zo net de klim getest en via het dak kunnen we er dus wel degelijk geraken. Het vraagt wel enige acrobatie. Yes, ik ga er nu op klimmen. Jullie zien het. Check Benoit. Ik ga eerst mijn zak daar gewoon af. Ja. Dat kun je ook doen. Maar dan moet je springen. Hup. Ja. Woppa. Oké, die shit was ultra easy. Oké. Nu het volgende verdiep. Gaat sowieso geen moeite zijn. De porter van Tomme is al naar boven aan het klimmen. En dat ruitje is echt open, ja. Is dat open? Ja. Ja, ja. Nice. Wacht me dan weer. Fuck, dat is Jek. Ja, ik wil mijn broek ook niet vuil, maar... Jek. Kijk mensen, dat is dus... de nattigheid. Oh yes. Dat ruitje is inderdaad open. Nice. Sketchy. Die shit is sketchy. En eigenlijk wel nog eng, want... stel je voor, er zitten hier gewoon krakers. Ik denk dat de kans echt groot is dat er hier krakers zijn. Zitten, want het is echt wel een sketchy kraakpand. What the fuck. Er is één probleem en dat zijn de pottenkijkers. Daar zijn er allemaal appartementsblokken en er was daar net iemand op zijn balkon. Ik denk dat hij er nog altijd staat, maar we gaan beter gewoon naar binnen. Fuck yeah. Ah, dat zijn bedden, nu snap ik het. Ja. Oh. Douches. Misschien is dat hier een internaat of zo geweest. De douches werken niet meer. Wc. De porter van Tom heeft zo net een drugsnaald gevonden. Natuurlijk verschoot ik er zelf van dat we dit gingen aantreffen. Maar zoals jullie zien, heb ik dus degelijk een heroïne naald. Wat wil zeggen dat er hier dus degelijk activiteit is. Holy shit. Er is hier drugsactiviteit. Zeer zeker. Sowieso. Hier hebben we een lepel. Hier hebben we lijm. Hier hebben we een heroïne naald. What the fuck? Die shit is echt schokkerend voor te zien, want ik heb dat nog nooit in mijn leven gezien. Nog nooit. Holy shit. Dus er moet hier misschien wel ergens een junkie zijn. We vinden ons dus wel degelijk in de parochiezaal van het internaat. Zoals jullie zien, ah ja, eigenlijk. Is het helemaal verwoest. Oeh, dat kraakt. Holy shit, dat is echt horror. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Kun je ook eens kijken? Fuck. Ah, kus. Wat is dat hier? Dat is verbrand, hè. Ah, verbrand. What the fuck? No way. Oh, fuck. Oh, fuck. Ik was verschoten. Holy shit, ja. Hier heeft de rest van een crochet geslaten. Dat is echt zo. Dat is creepy, hè? De porter van Tomme zal zo net even de vurige kelder gaan ontdekken. Hij ziet er niet zo lief uit, maar we zullen ervoor gaan. Yes. We zullen duimen, ja. Ja, ja, mensen, op camera ziet het er niet zo donker uit. Maar, doe een keer je licht weg. Ik ga het even licht weg doen. Holy shit, het is echt aan het donker. Het is zo creepy dat ik het zelfs niet te lang durf uit. Overal nagels. Nagels, ik dacht nagels. Ik ben er aan niet op een naald. Ja. Nee, ik ook niet hoor. We weten echt niet wat dat hier is geweest. We hebben hier alleszins bepaalde muurschilderijen van. Donald Duck en Sneeuwwitje. Waar is dat?
Anders, een snoepje moet hebben uit een automaat. Ze hebben kersen. Ze hebben chips zo, chips paprika. Oh, oei, oei. Ja. We zitten hier dus met ultra gevaarlijke gasflessen. Reporter van Tommen heeft dit zojuist ontdekt. We kunnen echt niet te dicht komen. Het ziet er zeer gevaarlijk uit. Kijk, kijkers. De pijpleidingen die hangen er nog. Kijk, een ultra gevaarlijke. Ja, dat is echt genoeg. Je bent getaped. Ja. Dat is zodat er zeker geen gas zou kunnen ontsnappen. Oeh. Ja, Culligan. Ja, dat is een heel bekend gasmerk. Ja. Watercontainer. Ja. Oh, oei. En ook was machine. Hey, dat is wel een soort wasmachine. Oh shit. Benoit, op hoeveel graden wilt u de was? 30. 30, ja. Ja, dat is goed, Benoit, Bunny Vlogs. Ja, ja, voilà, ja. Ja, de deur blokkeert. Daar is er jammer genoeg niets aan te doen. Grotschilderingen, muzieknoten. Ze kennen het dus al, muziek. Ja, ik had ook wel iets muziekachtig verwacht. Misschien is het de muziek inderdaad, hè? De muziekschool. Ja, de stomper. Altijd heel belangrijk in thuis. De stomper. Crazy. Ja, ik dacht even dat de reporters van Phantom dachten even dat hij iets hoorde, dus... Ah ja. Ja, heb je gehouden. Ja, shit, dat plakband. Dat snap ik dan ook niet. What the fuck? Wow. Dude. Dat is toch echt kiezen, gast. Dat is echt vies. Holy shit. Leggen we het visa in de ogen. Fantastisch. Dat moet je zien, mannen. En wat is vanavond voor te eten? De korte van Tommen? Ja, kijkers, dat kan ik u niet laten zien, maar er ligt een afgehakt hand in de oven. Niks. Nee. Oei, ja, kijkers. Ja. Reporter van Tommen heeft hier dus een bepaalde doos ontdekt. In het midden van een kamer. Daar zou van alles kunnen inzitten. Van alles. Volgens mij is het een oude diepvries. Ja, we kunnen op zijn minst kijken wat dat erin zit. Van Thomas Sander zal het moeten open doen. Ja, er is geen andere keuze. Oh fuck. Waarom maakt dat zo veel? Omdat dat op ijzeren bak was. Oh my god. Die shit maakte zoveel lawaai. We zijn ons hier echt rot verschoten. Omdat het hier gewoon op een ijzeren bak is gevallen. Fuck. Beste kijkers, reporter van Thomas zal dan nu even demonstreren hoe dat we de frigo namelijk gaan open doen. Ik ben even bang als jullie, dus ja. Bo. Hoe kan dat hier? Hey! Reporter van Mar? Oeh, en u stond er net achter me. En nu zitten we in de frigo. Ja, kijkers, het spookt hier dus duidelijk, hè? Zoals jullie gezien hebben. Reporter van Benoit, reporter Benoit zit hier plots in de frigo. Hier, ik heb een. Die is sowieso cleaner. Ja, het was hier. Ja, die hoogte valt goed mee. Al die anderen zijn ingetaped. Ja. Ho! Het is toch hoog. Ja, het is echt aan de. Maar weet je wat ik ga doen? Via die boom. Nee. Hier is toch sketch. Kun je niet gewoon die boom kraten en dan zo... Oh, wat ik makkelijker vind is langs hier. Al zo. Ik ga dat zo. Ah ja. En dan zo. En dan? Dan? Oh fuck, dat is zo moeilijk.
Dan ja. Maar dat kan ik zo wel doen, hè? Via die vuilbak. Ah ja. Ik ga gewoon via de easy way hier gewoon naar beneden. Dus. Met die boom? Ja. Fuck. Dat is moeilijk, gast. Sketchy? Ja. Toch wel, man. Maar hang je omgekeerd, hè? Maar ja, je moet omgekeerd kunnen raken, zie. Ah ja. Kun je niet zomaar omgekeerd raken? Oh shit. Oh. Ik denk dat ik via die weg makkelijker kan. Check, gewoon zo. Yes! Zo doen we het. Easy. Iets makkelijker, iets veiliger. Ja. Reporter van Domme gaat altijd voor de gevaarlijke keuzes. Ja, het was niet de beste keuze inderdaad, maar we zijn er geraakt, hè. Yes, yes, yes. Maar holy shit, ik ben echt fucking stoked dat we hier op zijn geraakt. Dat is nice, is het? Oeh, die shit was echt een hele zotte missie. Damn. Het is super mooi. Het is blauwe lucht. Morgen wordt echt ook een mooie dag. Damn. Ik vind het echt vet en dat ook gewoon via verschillende wegen hier door zie ik ook. Ja, inderdaad. Het is echt een mooie avond, ja. Want er hangt hier echt een raar sfeertje. Zeker als het donker wordt, begint het hier echt gewoon eng te worden. En ik denk dat nu ook gewoon die junkies en krakers en noem maar op gewoon beginnen toekomen.